Davy, een cruciale overwinning hier in de Kuip, waarin jij een hoofdrol speelt met een hele aardige actie, meteen aan rust. Ja, assist op de 1-0. En Pereo die kon hem inkoppen volgens mij, maar die raakte hem net niet goed. En toen kwam hij voor de voeten van Hector. Ja, ja mooi. Ja. Ja, was dat na een donderspeech in de rust? Omdat ze die eerste helft natuurlijk nog niet zo verliep zoals jullie misschien wilden. Nee, ja, ze hadden misschien wat het betere van het spel, maar ze konden ook niet echt de oplossing vinden. Het was heel onrustig. Dat is wel gezegd, we moesten iets rustiger aan de bal. En, ze stonden heel erg ver naar voren, dus achter hun linie lag gewoon heel veel ruimte. Ja, wat maakte deze wedstrijd het verschil dat jullie met 3 punten naar huis gaan en dat Feyenoord met lege handen staat? Wij waren effectief, zoals we altijd zijn, en we hebben de 0 gehouden. En dan weten we dat we overal kunnen winnen. Ja, volgens mij heb jij weinig met Kuipvrees te maken gehad vandaag. Heb je die verhalen meegekregen, die aanloop, die negatieve reeks die PSV hier in Rotterdam had en hoe jullie je daar vandaag tegen moesten wapenen? Ja, mijn reeks hier is volgens mij redelijk goed, dus daar had ik niet zoveel moeite mee. Maar het is een mooi stadion, een heel mooi stadion in Nederland. En, met supporters ligt er natuurlijk wel, die zijn fel. En, maar ja, dat kan ook voor ons werken. En, ik denk dat we ze vandaag op het eind stil hebben gekregen. Ja, en volgens mij hou je wel van dit soort ambiances en dit soort wedstrijden waar zoveel druk op zit. Een van je beste wedstrijden speelde je op Old Trafford. En hier ging het ook niet slecht. Nee, het zijn de mooiste wedstrijden. En, nu is het belangrijk dat we ook die kleintjes gewoon winnen. Ja. Ja, want dit is een cruciaal in die zin dat de titelstrijd nu echt tussen Ajax en PSV gaat. Ja, het zijn een paar punten, maar als wij het goed doen, dan komen ze er niet meer bij. Nee. Het is een mooi weekend voor de familie Prupper. Ja, de Graafschap hebben ook een keer gewonnen. Dat komt niet zo vaak voor. Dus, en PSV in de Kuip winnen komt ook niet zo vaak voor. Dus wat dat betreft een bizar weekend. Ja, als je het zo bekijkt, ik hoop dat ze iets meer winnen. Ja. Okay. Precies, ja. Dank je wel.